Dus je wilt het omdenken opvoedspel spelen? In deze video zullen we je uitleggen hoe dat moet. Verzamel 2 tot 5 vrienden, medeopvoeders, familieleden, buren of collega's en zoek een plek om het spel te spelen. Het is het beste het spel te spelen aan een ruime tafel. Kies gezamenlijk een spelleider en daarna een probleemhebber. De spelleider gaat het gesprek leiden. De probleemhebber is degene wiens probleem in het spel behandeld zal gaan worden. De spelleider schudt nu alle kaarten en geeft elke speler, inclusief de probleemhebber, er 5 uit de stapel met gekleurde symbolen. Zichzelf geeft hij 5 kaarten uit de stapel met grijze symbolen. De rest van de kaarten wordt in 2 stapels in het midden van de tafel gelegd. Nu iedereen kaarten heeft gekregen, kan de probleemhebber zijn of haar probleem kort en bondig vertellen aan de rest van de spelers. Het is de doelstelling van het spel het probleem van de probleemhebber om te denken. Wat omdenken precies inhoudt, kan je in het boekje met de speluitleg vinden. De spelers denken om door het stellen van vragen die op de kaarten staan. De speler die links van de probleemhebber zit, begint als eerste. Hij of zij moet 1 van de vragen uit zijn of haar hand stellen. De probleemhebber probeert deze vraag vervolgens zo accuraat mogelijk te beantwoorden. Wanneer de vraagsteller het gevoel heeft dat de vraag voldoende beantwoord is, dan is de beurt voorbij. De speler legt dan de kaart met de vraag die hij of zij gesteld heeft weg en pakt een nieuwe kaart van de stapel in het midden. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Zo gaat het door tot de spelleider aan de beurt is. De spelleider heeft andere kaarten dan de rest van de spelers. Dit zijn de zogenaamde interventiekaarten. Deze kaarten bevatten opdrachten voor de hele groep. Als de spelleider het nodig acht, kan hij of zij 1 van de interventiekaarten spelen. Maar dat hoeft niet. Daarna gaat het spel weer verder. Het spel is voorbij als 1 van de spelers het probleem kan omdenken. Wanneer 1 van de spelers het probleem omgedacht denkt te hebben, mag hij of zij op tafel slaan, ook al is het de beurt van een ander. De regel is dat een zogenaamde omdenking altijd voorrang heeft. De speler mag dan vertellen wat hij of zij heeft bedacht. Wanneer de probleemhebber het probleem daarna inderdaad als omgedacht ervaart, is de ronde voorbij. Zo niet, dan gaat het spel gewoon verder. Het zou kunnen dat niemand het probleem weet om te denken, maar dat de probleemhebber wel nieuwe inzichten over het probleem gekregen heeft. In dat geval is de regel dat de ronde voorbij is wanneer de probleemhebber tevreden is. De spelleider bewaakt dit proces. Nog een aantal belangrijke tips om het spel goed te spelen. Laat je leiden door de vraag op de kaarten. Luister en observeer zo neutraal mogelijk. Respecteer de probleemhebber en zijn of haar probleem. Hou het tempo van het spel hoog. Stel de vraag zoals die letterlijk op de kaart gedrukt is. Hou je goed aan de regels van het spel en ga niet op eigen houtje vragen bedenken of de beurtvolgorde breken. Als je niet aan de beurt bent, stel dan ook geen vragen. Vraag ook niet onnodig door na een antwoord op een vraag. Tips en suggesties zijn geen vragen, dus ook niet welkom. Ga ook na afloop van het spel geen ongevraagde tips of adviezen geven. Let ook op je non-verbale communicatie. Rollen met de ogen, schudden met het hoofd of diep zuchten zijn allemaal vervelende manieren om de probleemhebber te frustreren. We wensen je tenslotte veel omdenkplezier.